Ken je de slogan, wie is er niet groot mee geworden? Dat is de slogan voor Calvé pindakaas. En ze proberen je te laten geloven dat als je heel veel pindakaas eet, dat je groot en sterk wordt. Nou, helaas word je niet groter van pindakaas. Uh, als je heel veel pindakaas en altijd alleen maar zo eet, dan word je wel zwaarder en dikker. Maar dat is meestal niet de bedoeling. Uh, eigenschappen in ons DNA, die bepalen hoe groot dat we worden. Maar als je kijkt naar atomen en ionen dan hebben ze ook een bepaalde grootte. En wat bepaalt dan eigenlijk dan voor een atoom of een ion de grootte? Nou, kijk, dat gaan we bespreken in deze kennisclip en alvast een hint. Het heeft met de valentie-elektronen te maken. Eerder hebben we al besproken dat de kern in vergelijking met het complete atoom te vergelijken is met een etje in het midden van een stadion. Dus de kern zal niet direct heel veel invloed hebben op de grootte van het atoom. Die elektronen zitten in orbitalen rond de kern. Heb je meer elektronen, heb je meer ruimte nodig. Nou, dat hoofdkwantumgetal, dat geeft de grootte aan. Wat verwachten we dus? Dat des te hoger het atoomnummer, des te meer elektronen er zijn, dat atomen groter zullen worden. Dat betekent steeds meer elektronen, dus de straal van een atoom zal toenemen met het atoomnummer. Nou, is dat ook zo? Nou, dat is gedeeltelijk waar. Het betekent dat elke keer als het hoofdkwantumgetal groter wordt, dus je gaat van 1s naar 2s, je gaat een rij naar beneden in het periodiek systeem, dan zie je dat de atoomstraal toeneemt. Maar wat zie je ook? Het betekent als je verder naar rechts gaat, dat de atoomstraal afneemt. Dus als je bijvoorbeeld natrium met chloor vergelijkt, dan zou je verwachten dat chloor groter is omdat hij veel meer elektronen heeft. Maar bij natrium zie je een straal van 186 picometer, maar bij chloor zie je 99 picometer. Als je nou weer verder gaat naar kalium, dan zie je een enorme sprong naar 227 picometer. Hoe kan het nou dat je meer elektronen hebt, maar toch een kleinere straal? Dat heeft te maken met de valentie-elektronen, zoals we al hadden gezegd, en de z-effectief. Wat was die z-effectief ook alweer? Z-effectief is de effectieve nucleaire lading die een bepaald elektron ervaart. Dat heeft te maken met de actuele lading van de kern, Z-actual, en de hoeveelheid shielding, de elektronenafscherming. En die afscherming die werkt die lading als het ware tegen. En wat was die elektronenafscherming of elektron shielding ook alweer? Nou, zoals je in die afbeelding kunt zien, beïnvloeden elektronen elkaar ook. De lading van de kern trekt de elektronen naar zich toe, maar die elektronen-shielding of afscherming die werkt er tegen door deze af te stoten. En dat betekent ook dat z-effectief voor een elektron in 1s-orbitaal, zo dicht bij de kern, dat die een veel hogere z-effectief zal zijn dan voor een elektron in een 3p-orbitaal. Want tussen een 3p-orbitaal zit 1s, 2s, 2p en 3s, en die zorgen allemaal voor elektronenafscherming. Nu is het wel belangrijk om het volgende te onthouden. De invloed van elektronen in dezelfde schil, hetzelfde hoofdkwantumgetal, is veel minder qua shielding dan elektronen in de schillen eronder. Dus even als voorbeeld, dan als we kijken naar een elektron in een 3p-orbitaal, dan is de invloed van elektronenafscherming van de elektronen in een 3s-orbitaal veel minder dan die echt eronder zitten, zoals een 1s, 2s en 2p. Met dat in gedachten kunnen we dan verklaren waarom natrium een veel grotere atoomstraal heeft dan chloor, alhoewel natrium veel minder elektronen heeft dan chloor? Jazeker, de valentie elektronen die bepalen de grootte. Als je natrium en chloor vergelijkt, dan zie je dat ze in dezelfde valentieschil elektronen hebben, in n is 3. Natrium heeft 1 in de 3s en chloor heeft 3s2 en 3p5. Als we dan kijken naar elektronenafscherming, dan zie je dat beide atomen de grootste mate van shielding ervaren door 1s, 2s en 2p. Maar dit is voor beide ook gelijk, want dit waren de onderliggende niveaus. De invloed van die shielding in die valentieschil die is veel minder groot. Dus uh, als je in absolute waarde gaat kijken, dan neemt die shielding van chloor wel toe, want je hebt iets meer shielding, maar het neemt niet zoveel toe. Maar wat neemt wel enorm toe? Die lading in de kern. De lading in de kern gaat van plus 11 naar plus 17. En als je dan kijkt naar de Z-effectief, dan is de Z-effectief voor chloor veel groter dan die van natrium. Omdat de elektronshielding neemt maar iets toe, maar de Z-actual wordt veel groter. Dus wat bepaalt de atoomstraal? Z-effectief door het aantal elektronen en schillen die gevuld zijn en de mate van shielding. Maar hoe zit het dan met ionen en de straal daarvan? Gaat hetzelfde principe op? Jazeker. De valentieschil en de Z-effectief bepalen niet alleen de grootte van een atoom, maar ook die van een ion. Laten we eens gaan kijken naar een kation, naar natrium. We gaan het vergelijken als atoom en als ion. Kijk, en als atoom zie je dat de invloed van shielding van de 1s, 2s en 2p dat die groot is. Uh, in schil of laag uh, 3 is er geen shielding, want er zijn geen andere elektronen, is er maar eentje. En wat gebeurt er bij natrium? Natrium wordt Na. Er wordt gestreefd naar de dichtstbijzijnde edelgasconfiguratie, dus het elektron in de 3s wordt weggegeven. En wat voor invloed heeft het dan op, dat 3, op die z effectief Kijk. Die actuele lading die blijft plus 11. Dus z-actual zal niets verschillen. Maar zie je dat de valentieschil is veranderd. Je ziet dat het nu alleen 2s en 2p dat dat de valentieschil is geworden. En dat de invloed van elektronshielding in die valentieschil, dat was veel minder dan de onderliggende schillen of lagen. Dus wat is er daadwerkelijk verminderd? De elektronshielding is verminderd. En dat de electrische shielding verminderd is, is de z-effectief vergroot. En omdat de z-effectief groter wordt, wordt het atoom, het ion sorry, in dit geval, wordt kleiner. Voor een anion betekent het juist dat die elektronen opneemt, want hij krijgt een minlading, hij krijgt de elektronen bij. Wat gebeurt er dan met z-effectief? Wat gebeurt er dan met de straal? Nou kijk, de valentieschil voor een anion zal niet verschillen. Want er komen gewoon meer elektronen bij. Het heeft dan alleen volledig gevuld. En de aantrekking met de kern blijft in principe hetzelfde. Alleen, die aantrekking met de kern moet verdeeld worden over meer elektronen. Dus dat betekent dat Z-actual lager wordt, omdat die het over meer elektronen moet verdelen. Daarnaast neemt de electron shielding of afscherming neemt iets toe. We weten dat het niet heel veel neemt, maar we nemen wel iets toe. Er is een elektron bij, dus je hebt iets meer afstoting. Dus Z-effectief wordt kleiner. En als Z-effectief kleiner wordt, dan wordt de straal groter. Kijk, en dat klopt ook met de resultaten. Als je kijkt naar chloor, dan gaat die van een straal van 99 picometer naar 184 picometer. Helaas is pindakaas niet het magische voedsel om groter te worden. Maar ons... DNA, de vastgestelde eisen in het DNA, die bepalen hoe groot dat we worden. Voor een atoom en ion bepalen hoe groot dat ze zijn de valentieschil en de z-effectief. Des te groter z-effectief, des te kleiner het atoom of ion. Dus, nu maar gaan we een boterham met pindakaas.